Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik landen bij de bunker van Pleasant Park. Die ziet er zeg maar zo uit. En er zit namelijk één chest in die gewoon echt overpowered kan zijn. Kan zijn, nogmaals. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Vergeet dan niet eventjes te abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk mijn iShop-code in de iShop te gebruiken. Genaamd Paradoes. Lekker. Lekker in Nederlandse zin dit. En ik zal deze week de winnaars bekendmaken van de Battle Pass. En als je nou nog mee wil doen, het enige wat je ervoor moet doen is even mij supporten in de iShop met deze supporter creator code Paradoes. En dan moet je even naar Instagram gaan en dan stuur je gewoon eventjes een screenshot van dat je geabonneerd bent met het belletje aan. Mij volgt op Instagram en dat je mijn support creator code gebruikt. En dan zal je deze week horen wie gewonnen heeft. Ik kom echt niet aan mijn woorden vandaag. Laat maar weer zitten. Laten wij vandaag naar Pleasant Park gaan. En ik heb best wel veel reacties gekregen van mensen die zeiden van Rick, onder Pleasant Park zit natuurlijk de bunker en zo moet je erin gaan. Dus vandaag dacht ik, weet je wat, laten wij gewoon naar de bunker gaan. Hopen op een heavy sniper. Want ik wil gewoon zo graag een heavy sniper hebben. En ik weet dat er een kans is dat je hem krijgt uit die chest. Ook al is er ook een hele grote kans dat ik alleen ben? Wat? Oké, nou prima. In ieder geval, ik hoop dat ik een heavy sniper krijg. Alleen de kans dat ik van die twee van die kleine poepwapentjes krijg. Echt die vervelende wapentjes waar maar 17 bullets in zitten. Die zijn wel redelijk groot. Dus ja, ik hoop dat dat niet gaat gebeuren. Maar ja, ik schat de kans toch wel relatief hoog in dat het gebeurt. Als we een heavy sniper krijgen, dan ben ik wel heel erg blij. Oké, laten we eventjes disqueezen. Disqueeze at een... Ik weet niet hoe het heet. Een showman. I don't know. Ik weet even de naam maar niet van. Dan hoop ik op alles dat we dat gaan krijgen. Oké? Please. Fortnite. Please. Oké, Fortnite. Ik vraag om één ding. En dat is een heavy. Oké, kijk. Hier wil ik een heavy uit. Please. Fortnite. Oké, we gaan even zo zitten. Please. Fortnite. Alsjeblieft. Geef me niet twee van die poepwapentjes. Oh. Nee. 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 Oh my god. Really, bro? Really? Are you freaking kidding me? Moet ik nou weer helemaal terug? Lekker jongens dit. Echt super nice. Waarom moest dit nou weer gebeuren? Even serieus. Dan moet ik helemaal weer terug. Zit ik hier op mijn knieën. Lekker awkward. Ja, dankjewel. Ik voel me echt James Bond op die manier, by the way. Gewoon James Bond zo. Oké, dit keer wel graag, alsjeblieft. Please. Mag het nu wel? Zonder dat ik ontdekt word. Ik had niet verwacht dat hij zo dichtbij me zou staan. Fortnite. Please. Please. Really? Damn it. Wil ik niet. Ik wil niet van deze poepguns. Ik bedoel, ik heb die AK al. Oh, dit is trouwens het ander. Nee, niet. Hetzelfde. Jammer. Dit valt me erg tegen, Fortnite. Valt me erg tegen van jullie. Nou, ik neem hem wel even mee voor de leuk. Maar ik heb er echt geen bal aan. Thank you. Laat maar zitten. Ik neem je niet meer mee. Hier dan nog wat leuks? Nou, ook niet. Oké. Lego, we gaan er weer vandoor. Dan gaan we hier verder looten. Want ik wil gewoon wat leuke loot hebben. De AK is prima, by the way. Daar ben ik dan wel echt tevreden mee. Maar ja, die kon ik ook gewoon krijgen van die enemies. Dus, nee. Ik wist niet dat een heavy sniper zeg maar zo moeilijk was om te krijgen. Ik bedoel, ik wil gewoon zo graag een heavy hebben. Zo graag. Dat ik gewoon even mensen kan killen ermee. Maar het is best moeilijk om hem te krijgen. Oké, laten we alleen dit nog doen hier. En dan gaan we weg, oké? Dan heb ik alweer genoeg geloot voor vandaag. Allemaal groene dingen, jongen. Echt, ik krijg echt kotsneiging ervan, joh. Echt hard. Zie ik... Oh, wel weer een grote shield daar nog. Maar ja, die kan ik alleen niet echt meenemen. Nou ja, dit dan. Zouden we kunnen upgraden, maar ja, is dat slim ja of nee? I don't know. Als wij hierin gaan, als het goed is, komen we nu ergens anders uit. Of komen we... Yes sir, dankjewel. Dan komen we hieruit. Dan moeten we weer verder. Hoe gingen we ook weer verder? In die andere of niet? Nee, hier kwamen we uit. Dammit, je kon hier ergens verder, toch? Of was dat helemaal hier? Ik weet het niet meer. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar daarvoor moest je namelijk ook disqueezen. Alleen wist ik nooit waar dat ding stond. Of waar, waar je kon disqueezen. Hier kan je niet verder, toch? Hier zit geen ding waar je in kan versloppen. Toch? Of hierachter? Nou, deze is dicht. Dus dat wordt hem sowieso niet. Waar was dat dan? Was hier volgens mij. Ik ben nu trouwens wel heel erg gefocust op dat ik dat ding wil hebben. Van die loot. Dus maybe moet ik daar ook een beetje mee kappen. Want anders dan zit ik zo meteen van... Oh, ik heb het erin met de regels. Oh nee, trouwens. Je hebt natuurlijk ook... hoe heet het? Je hebt natuurlijk ook zo'n container bij Frenzy staan. Vanaf Frenzy kon je namelijk daarheen. Dan weet ik eigenlijk niet waar die van Frenzy staat. Maar ik weet wel dat die ergens er staat. Volgens mij. Denk ik. Nou weet ik dus alleen niet waar dat is, want voor mij was het helemaal hier. Nou, ik weet het niet eens meer, gek. Ik heb echt geen flauw idee. Als ik zo meteen in de storm uitkom, dan zou het heel erg jammer zijn. Maar de kans is wel pittig groot dat dat gebeurt. En ik had eigenlijk graag de materials willen meenemen. Kan daar een enemy zitten? Ik hoop van niet, want ik wil eigenlijk gewoon even rustig verder lopen. Wel een blauwe AR. Oh, en floppertjes. Oké,
Laten we alleen even koekeloeren, oké? Oké, het kan dus zo zijn dat ik in een van de twee moet. Maar ik weet niet welke. Let's go. Ja, in de storm. Damn it. Oké, GG. Ja, maar hier. Rest in pieces was het anders voor mij. Nou, het was in ieder geval proberen waard, right? Om even te kijken waar ik heen moest. Maar nee, dan kom je dus weer in de storm terecht. Dat is wel jammer, want als je namelijk ook storm damage krijgt, dan gaat je outfit gaat zeg maar ook weg. Dus ik kon ook voor de rest niet echt veel doen. Anders kwam ik namelijk in zo'n safe terecht. En dan was het echt zo van, ja, leuk dat ik twee chesten kan openen en that's it eigenlijk. Dus je moet eigenlijk wel zo'n outfit aan hebben voordat je verder kan komen. Maar ja, hey, door de storm kan dat. Dus dan weet ik niet of dat zeg maar ook echt de bedoeling is geweest van dat je storm damage ook meetelt. Maar maybe dat het nog veranderd wordt. Geen idee. Het is alleen wel een beetje dood hier hoor. Ik probeer een beetje enemies te zoeken en zo. Maar ik zie echt nul enemies. Ik zie geen beweging. Wat is dat? Waarschijnlijk een pistooltje. Oké. Opeens ligt daar een scar. Wat? Bro, zit hier echt niemand in? Oh, dat vind ik wel een beetje eng. Ik heb echt zieke loot uit een bosje gekregen. Voelde me letterlijk een bosjesman. Wat is dat dan? Oh, wow, wow, wow. Hell no. Ik wil dat proberen te taggen, maar het lukt niet. Dat is een rocket launcher en zo. Ik hoop dat hij niet op me gaat schieten, dat is het vooral. Het water in, dan is een sniper helemaal moeilijk. Schieten kan dan wel, maar snipen is dan echt moeilijk hoor. Er loopt daar wel een enemy rechts. En ik neem aan dat hij ook... Oh, ik denk dat hij zomaar al daar zit met een launchpad of zo. Ik bedoel, wat zou je hier anders moeten doen, by the way? Weet je, ik heb best wel vaak opnames die ik dan uiteindelijk nooit online gooi. Alleen, er was dus iets gebeurd wat ik wel even gewoon wil laten zien, oké? Okay? Het was namelijk een moment dat ik zei in de opname van, kijk, er zit hier sowieso een enemy in de bosjes. En ja, toen gebeurde dit. Zou nice zijn, ook vertrouw ik dit hier niet. Boom. Zeitje. Ik zei het je nog zo, hè? En dat vond ik wel grappig. Ja, ik vond het wel grappig dat dat ook echt daadwerkelijk zo was. Hier zitten wel een aantal enemies. Ik krijg me nog niet door. Oh my god. Hij hitte mij. Zou ik ze naar beneden kunnen schieten? Is die fire rate omhoog gegaan? Lijkt er wel op. Ja, dat is één. Ik heb één kill. Ja, hij is low. Kom op. Ja, jammer. Maar niet uit. Hij heeft wel alle loot trouwens, dus dat is jammer. Maar we kunnen wel alsnog best wel wat pakken. En dan gaan we er alsnog achteraan. En ik ga hem niet laten ontsnappen. Zomaar. Ga je lekker? Dat is één. Waar kwam hij? Ik heb geen idee hoe snel hij is. Oh, daar is hij. Oké, lekker. En dan gaan we meteen weer weg, denk ik, toch? Want we hebben hier niks meer te zoeken. Oh nee, wacht trouwens. Wacht even. SMG. Heeft hij een SMG? Ja, die heb je. Voordat ik dat weer ga vergeten. En even reloaden. Voordat ik dat weer ga vergeten. Ook heel nice. Jongen, die jongen is echt super solid. Snel weg, jongen. Holy moly. Wat wil ik jullie graag killen? Dat kan ook. Ja, dit moet hem worden, Rick. Oh, come on. Dank je. Heb je iets anders? Heb je iets leuks? Nee. Oh, wacht trouwens. SMG misschien. Ja, goede SMG. Lekker. Het is kill 2. Het is heel moeilijk vanaf deze kant. Oh, we gaan helm, bro. Wat is dit? Minigun. Heavy. Kom hier. Heavy snipertje. Kom bij mij. Oh, I love you, bro. Dit is gewoon echt bro love, gewoon. Let op. Dit is mijn comeback met de heavy. Komt-ie. Oh, jammer. Was een leuke comeback geweest. Hij schoot ook. Hij schoot raak. Ik ben al gewoon twee keer gesaved, hè. Besef die eens. Oh, die was close, bro. Dat was echt een millimetertje. Die was net zo dichtbij als een kleine... Nou, laat maar. Ik wil geen snipers op mij krijgen, alsjeblieft. Dat wil ik dan weer net niet. Er zit er wel een launchpad boven. Oh, ik wil echt nu een sniper kill maken, man. Al is het er maar eentje. Het is helemaal prima. Hier ben ik trouwens vorige keer gekilled door die hacker. En ga ik... Is nu wel slim? Ik denk niet. Het is niet slim om nu die launchpad nog te pakken, Rick. Kun je nog niet doen. Oké, auw. Niet doen. Slim spelen, Rick. Oké, lekker. Ah, ik wist dat. Dat doen ze echt altijd, hè.
Snel. Ah, damn it. Ik heb wel twee visjes, dus rustig aan, Rick. Ah, top. Dank je, bro. Thank you for saving my life. Oh, bro. Oh, hij zit er alsnog? Huh? Yo, ik ben confused. Ik ga jou wel meenemen, sorry. Let's go. Oh, dit is zo niet chill, hè. Ik vind het zo naar. Sorry. Spijt me. Oh nee, waarom? Nee, dat wou ik niet doen. Nee, ik wil bouwen. Damn it. Oké, fuck. Hij weet nu dat ik hier zit. Oké, lekker. Ik zit nog niet safe, dus dat is jammer. Nu wel. Kind of. Ik moet hem naar beneden zien te krijgen. Op een of andere wonderbaarlijke manier. Hij heeft hem nog niet door. Blijf schieten dan, enemies. Kom op, blijf dan schieten ook. Help! Help met deze minigun enemy. Minigun is te overpowered hiervoor. Save yourself. Lekker. Oké, lekker Rick. High ground, lekker. Ik weet niet of daar nog iemand zit, voor mij niet. Nu wel. Oh, hij hit me weer! Wat leuk. Iedereen hit mij gewoon, maar het kan niet raak. Ik weet niet waarom, maar het is wel leuk. Ik wil heel graag dit doen. Oké. Concentratie, jongen. Ik heb alleen geen meds meer, dus dat is een groot probleem. Oké, GG. Oké, ik kan hem maar twee keer bouwen. Ik ga gewoon wachten op safe zone. Dat ga ik gewoon doen. Kan niet anders. Ik moet iets doen, toch? Die ook weg. Dit is zo niet chill. Oké. Fair enough. Oké, dit wordt hem, jongens. Dit wordt hem. Moet hem worden. Ik heb één visje. Eén visje. Als hij meer heeft, ben ik dood. Ik heb vijf. Ja, let's go. Nice. Geen idee waarom hij nu al dood was, maar oké. Let's go. We zijn weer terug met de heavy. Heb ik er nou een kill mee gepakt? Volgens mij niet, toch? Waarom heb ik er niet eens een kill mee gepakt? Maar we hebben in ieder geval gewonnen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Smash dan die buiten. Het mag super tof zijn. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik dat ik jou morgen weer zie bij een nieuwe video om 7 uur op mijn kanaal. Ciao.